Vanaf nu Feyenoord Fans heb ik dringend en spannend nieuws met jullie te delen, rechtstreeks uit het hart van onze favoriete club. Ik ben hier om een deal te onthullen die net is afgerond, een bom van een verrassing die alle Feyenoord liefhebbers in vervoering zal brengen. Blijf kijken, want wat komen gaat is gewoon ongelooflijk, iets dat ons zeker zal vervullen met trots en enthousiasme. We hebben uit betrouwbare en bevoorrechte bron vernomen dat er verrassend nieuws op het punt staat te worden aangekondigd. Maar zorg er eerst voor dat je al geabonneerd bent op het kanaal, zodat je op de hoogte kunt blijven van alles wat er gebeurt bij Feyenoord. Laten we meteen ter zake komen. Ayase Ueda maakte woensdag in Madrid zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord en maakte indruk. De Japanner was cruciaal bij het eerste doelpunt van de Rotterdammers. 60 minuten na de wedstrijd moest de aanvaller min te vervangen. En trainer Slot was zeer tevreden over het optreden van de 25-jarige aanvaller. Slot benadrukte, hij scoorde het doelpunt dat we van hem verwachten. Ik denk dat we ons allemaal realiseerden dat het zijn eerste minuten op het veld waren, dus hij moest er aan het einde af met wat spierpijn en klachten, maar dat is begrijpelijk gezien de intensiteit van de wedstrijd. Maar Slot liet het daar niet bij. Hij ging verder met het prijzen van Ueda. Het was niet alleen omdat hij begon, maar ook vanwege de intensiteit van de wedstrijd. Vanaf het eerste doelpunt was het duidelijk dat we een spits met veel potentie hebben die we graag in actie zien. Daarnaast benadrukte de Feyenoord-trainer de prestatie van het team als geheel tegen Madrid. Hij benadrukte dat Feyenoord de afgelopen twee jaar aantrekkelijk, pressend voetbal heeft gespeeld en dat het team zich dit jaar nog verder heeft ontwikkeld in de opbouw. Dat is te danken aan de langdurige samenwerking tussen de spelers, vooral in de verdediging. Slot concludeerde, als je zo'n resultaat haalt, moet je dat vieren. Maar daar houdt het spannende nieuws niet op. Feyenoord is met Guy Segiel een contractverlening overeengekomen. De 19-jarige middenvelder heeft indruk gemaakt sinds zijn komst naar het eerste elftal onder Arne Slot. Zijn indrukwekkende optredens in de afgelopen wedstrijden hebben ervoor gezorgd dat de Rotterdamse club zijn toekomst heeft veiliggesteld. Vergeet niet één like achter te laten. En blijf kijken voor meer spannende informatie van ons geliefde Feyenoord Rotterdam.